Gaan we nou enteren? Jeetje, Mina. Staat op beeld. Gewoon geënterd. Lekker dan, hè? Lekker. Ja, ze waren hier. We gaan over een natuurcamping. Ja, hè? Geen idee meer hoe het heet. Iets met grubben? Grubben? Nou, weet ik veel. We zoeken het wel even op. Ja, ga het even lekker zoeken. Daar staat de camper. Daar. En wij zitten hier op dit meer. Voor mij moet ik mijn peddels met een touw vast. Dus moet ik de peddel laten vallen? Je moet je peddels gewoon voor je leggen. Dan kan je ze niet kwijtraken. Ja, ik heb ze hier voor me liggen. Bovendien heb je mij dan ook vast. Zoals ik jou nu ook vast heb. Mijn peddel ligt op jouw boot. Google Maps. Weet jij welke kant we op moeten varen? Even Google Maps kijken. Nou, het is nog steeds mooi weer. We boffen wel, hè? Duw je even een beetje in de goede richting. Oh ja. Duw mij maar op een steen, hè? Pa. Je lijkt nog steeds op pa. Van Alfred Jodocus Kwak. Ja, hè? Ik pa ben, wie ben jij? Pa. Ja, dat weet ik niet. Alfred Jodocus Kwak, denk ik. Ik spetter, spetter, da. Zie? Ja, ik spetter. Nou ja, dan ben ik Alfred Jodocus Kwak. Ik weet het niet. We gaan het proberen. Waarom niet? We gaan naar dat eilandje. Daar. Anders kunnen we altijd nog teruglopen. Ja, de wind trekt aan en de golven worden hoger. Ja, ja, alles is goed. Daar is Alfini. Oh, dat is een zwemtrapje aan de andere kant nu. Wat suf. Zweedse vlaggetjes. Ah, nu ben ik nog nat. Goed, oké. Okay. Misslag. Zo. Ik loop mijn zak meteen onderuit. Oh, gaat ver. Dan doe ik het weer. Aha. Zo. Kijk, daar is hij hoor. Hij draait weer helemaal terug, maar dat heeft hij niet door. Dat is heerlijk zo'n baantje. Mooi water. Na de kano's op het droge te hebben getrokken en gewacht te hebben tot ze droog waren, in een bedenkelijk zonnetje zou er regen aankomen. We zullen veel water zien vandaag en gelukkig kwam niet alles van boven. Het skiresort van Zweden. Bergstation.
uitzetten, voor jullie. Kom er niet bij. Daar kan er niet bij. Jammer. Dat kan hem niet uitzetten dan. Waterval of stroom? Ja, waterval of stroom. Wat een val, toch? Oh ja. Waterval of stroom, maar ja, ik kan er net niet bij. Als ik hem even uitgezet, aangezet, had je gezien hoe het werkt. Goedemorgen, ik ga eens weer een camperplaats laten zien. Dat doe ik niet vaak meer tegenwoordig. Dit is wel weer een bijzondere. We staan bij de Tandvorsten. En ja, we staan hier aan de stroom zelfs. We hebben hier zelfs een wc en een douche. Nou, en het is nog geen kilometer lopen naar de, nou niet eens, een paar honderd meter naar de waterval. Er is een parkeerautomaat, maar dat is alleen voor parkeren. En als jij wil overnachten, kijk, staat hier naast, dan kost dat 210 zonder elektriciteit en 245 met elektriciteit. Er is een heel leuk winkeltje bij, die is tot 8 uur open. Dus dan kun je gewoon betalen voor overnachten. Dus heel spannend is het niet om gewoon te betalen. Hartstikke leuk hier. We hebben het gisteren dus bekeken, gisteravond. Lekker rustig, er is nou een hele schoolbus heen. Het zal nu niet zo rustig zijn. En we gaan zo even naar het winkeltje. Zo lekker hier. Tandvorsten. Aanrader. We zijn bij het Carolina monument. Dat is vast iets met een hele grote veldslag te maken heeft. Want er staat een gigantisch bord. Ja, de Carolinas. Ja, natuurlijk. Logisch. Dat zijn Zweden trouwens, Carolinas. Ja. En dit is de Duvenskansk. We zijn in Duvet. En daar was een Skansk. Ja, en daar hebben ze een veldtocht gedaan. De epiloog staat eronder. Zo grappig. Het is een campagne van 1780. Nee, 1718 tot 1719. Ai, 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 ai. Toen hadden ze last van de sneeuw. In ja. De Grote Noordse Oorlog. De Grootste Noordse Oorlog. Ah. 1721. Ja. Oftewel, Zweden heeft veel land kwijtgeraakt aan Rusland en Peter de Grote. Ai, 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 ai. En Peter de Grote kennen we van dat hij in Nederland was. En de Deens-Noorse koning Frederik de Vierde. Ja. Die viel toen? Ligt die daar? Die is gevallen. Ja, die is gevallen. Shit, dat was ook glad, hè? Nou. Dan kunnen we hier dus de trap op. Ja, dit is favoriete bezigheid. Mijn favoriete bezigheid. Trappen. Trappen in de regen. Zo. Geweldig. Oh, hij gaat er langs. Dat is vals spelen, weet je dat? Zou die soldaat hier ook de trap op moeten? Hier hangt een vlieger of zo. Iets dergelijks. Als je vlieger kwijt bent, hier hangt hij. Oh hel. Ja, ja. Dan had ik ook een foto kunnen maken vanaf de snelweg. Maar de snelweg naar Trondheim, die overgaat in de gravelweg trouwens, waar wij er gisteren afgingen. Verbaas me nergens meer over op die snelwegen van Nederland, van Zweden. Helaas. Red het net niet. Nou, daar zijn we dan. Wel uitzicht. Geweldig.
Aha. Ja. Plantje rechtgezet? Ja. Hoezo? Nou, het is de gewoonte hier om dode heideplantjes neer te zetten bij dit monument. Oh. En er was er één omgevallen. Dus ik heb die inmiddels heb ik even rechtgezet. Dacht ik dan zonde. Zo'n rechtgezet bij mij. Nou, ja. De goede daad van Alet. Ja. Het is toch mooi dat je hier door je plantjes neerzet. Dat is toch een leuke traditie. Ja. Komt ook dat die waarschijnlijk zijn er veel gevallen, want het is glad. En kijk, ze hebben de kanonnen nog op de hoek staan. Ja, de kanonnen staan op de hoek. Dat zie ik nu. Die ook. Waren ze kwijt. En er staan er vier. Dat is nummer 80. Deze. Natuurlijk een nummer. Je zal dit maar naar boven hebben moeten sjouwen. We zijn bij de Resta Vallet. Goed hè? Op dit stuk ben ik geklauterd. Joehoe! Na het culturele uitje naar het Caroline Monument en het kletsnatte uitje bij de Resta Vallet strijken we neer op de Hoeverberg Grottan Camping, alwaar we de volgende dag de grot bezoeken. Nadat je een trap bent afgedaald, kom je op een soort voorplein. Ligt die sneeuw onder. Nou, duik erin. Er zit een mooi gat onder, middenin. Een mooie bad of zo. Een zwembad. Ja. We staan er beneden. Echt waar? Ja, daar. En hier gaat hij naar boven.
Wauw. Nou, dit is het. We gaan terug. Oh nee. En nog naar beneden. Vanaf deze top daal je af via een wigvormige opening. De reling is nat en glad. In het vroege voorjaar is de grot behoorlijk ontoegankelijk vanwege ijsvorming. Ja. Ja. Het laatste stuk is een beetje moeilijk. Ja, dat zal ik. Hollands. It's like ice climbing. Ja. Yeah. They should have given us grippers. Spikes. Yes, spikes, yes, exactly. We should want to have that. On a big owl. That's more than. It was hard for all us also. Yeah. Yeah. Especially him. I had to carry him. Oh no! Oh. Men weet niet hoe de grot is ontstaan, maar hij is wel al heel oud. De totale rot heeft een lengte van 81 meter, maar helaas is daarvan maar een klein stukje toegankelijk. Zomaar een blok boven je hoofd. Het is indrukwekkend om te zien hoe deze enorme gewelven op een hoogte van 20 tot 30 meter samenkomen. De Flatruet is de hoogste weg in Zweden en ligt op 947 meter boven zeeniveau. Sla over 400 meter linksaf naar Anna Skogesvek. Thank you.
Je vindt de weg tussen de dorpen Vunusdalen en Ljungdalen in de provincie Jämtland. Over 6,5 kilometer bereikt u de bestemming, coördinaten. De bestemming ligt rechts. Een groot deel van de route is onverhard, maar in principe kun je er zonder problemen rijden met camper of auto. Op de top is een parkeerplaats waar veel campers staan. Maar omdat het heel erg hard waaide, hebben wij daar niet overnacht. Dat deden we een aantal kilometers voorbij het hoogste punt, op een heerlijk rustig plekje.